doet het erg goed. De mensen in het park hebben het echt naar hun zin. Ga zo door. De bezoekers vinden je kaartjes erg goedkoop. Misschien moet je de prijs verhogen. Attracties zijn niet echt tof. Misschien moet je er een paar nieuwe bouwen. Je geeft meer geld aan de salarissen van je personeel uit dan dat je verdient. Misschien moet je wat personeel ontslaan. Je bezoekers hebben het erg naar hun zin. Ga zo door. Het is nu tijd om te beginnen met de bouw van je baan. Psst, de bezoekers vinden je kaartjes spotgoedkoop. Heb je er al over? Leg de baan helemaal tot aan de andere kant van het beginpunt van de attractie. Bezoekers zijn. Met de hoogtebalk kun je de baan optillen en laten zakken. Met de glooiingbalk kun je het spoor laten overhellen. Met de opties vorige en volgende kun je tussen de steunpilaren schakelen. Druk op de knop plaatsen om verder te gaan met de aanleg van je baan. Je verdient niet genoeg geld om al je personeel uit te betalen. Misschien moet je wat personeel ontslaan. Je doet het erg goed. De mensen in het park hebben het echt naar hun zin. Ga zo door. De bezoekers vinden je kaartjes erg goedkoop. Misschien moet je de prijs verhogen. Ik wil niet heel erg kritisch zijn hoor, maar je hebt een belazerde selectie attracties in het park. Heb je er al aan gedacht om er meer te bouwen? Je geeft meer geld aan de salarissen van je personeel uit dan dat je verdient. Misschien moet je wat personeel ontslaan. Je bezoekers hebben het erg naar hun zin. Ga zo door. Achtbanen hebben een paar extra opties. Met de optie baan wijzigen kun je de baan loskoppelen van het beginpunt om zo je achtbaan uit te breiden. Met de optie steunpilaren aanpassen kun je veranderingen aanbrengen aan de baan die je al gebouwd hebt.